Het is zeker niet mijn bedoeling om het debat over te doen, maar ik hoor een paar punten hiervoor wel van ik dacht, nou, daar is best het een en ander op af te dingen. Want de heer De Graaf die geeft hoog op van de Joods-christelijke cultuur. Hij zegt, vrouwen zijn daar gelijkwaardig. Homoseksualiteit wordt daar geaccepteerd. Nou, ik kan de heer De Graaf vertellen dat er nog steeds genoeg kerken zijn in Nederland waar vrouwen niet op het kansen mogen. Waar mensen boetedoening moeten doen op het moment dat ze homoseksueel zijn. Goed daargelaten. De heer De Graaf geeft ook aan dat hij afschuwelijke dingen leest, onder andere in de Koran. Nou, ik kan hem ook een aantal punten noemen uit de Bijbel. Hè? Dat je uit de buurt moet blijven van vrouwen die menstrueren. Er staan nog andere dingen in. Dat je je dochter als slaaf mag verkopen. Er staat in dat vrouwen die overspel plegen, dat je hen mag stenigen. En dan werd hier een hele concrete vraag gesteld door mevrouw Belhaai van D66. En zij vroeg, wat vindt u nou van discriminatie? Wat vindt u nou van dat mensen die op basis van wat zij geloven worden gediscrimineerd en worden weggezet? En ik ben wel benieuwd wat u daar nou, want daar gaf u geen concreet antwoord op, wat u daar nu van vindt. Meneer De Graaf. Een tweetrapsraket geloof ik. Hè? Want eerst de voorbeelden ook over de kerken en het christelijk geloof en ook over de Bijbel. En daar heb ik net al voor de goede toehoorder heb ik daar heel duidelijk antwoord op gegeven. Over de verschillende tijdslijnen waarin de helsleer binnen de islam en het christendom verloopt. En de voorbeelden die mevrouw Westerveld noemt, die komen allemaal uit het Oude Testament. Waarin verhalen staan, waarin dat inderdaad op die manier over het menstrueren, over stenigen en dat soort dingen. En die is juist vervangen door het Nieuwe Testament en de figuur van Jezus Christus, die iets heel anders predikt en daarmee dat christelijke geloof eigenlijk op het goede spoor zet. Bij de islam verloopt het andersom. Daar gaat het van goedmoedigheid naar barbarij in plaats van andersom. Nou, dat is een deel van een antwoord daarop. En als het gaat om discrimineren op basis van iemands geloof, daarom sta ik hier juist op te treden tegen de toenemende invloed van de islam in Nederland. Want juist in die Koran, in die Sira, dat is de levensbeschrijving, de biografie van Mohammed, en in de hadith, de tradities van de profeet Mohammed, als je die goed bestudeert, dan zie je één grote oproep tot discriminatie van andere gelovigen, van ongelovigen en van geloofsverlaters, dus ex-moslims. Dat staat daar vol mee. En ik zou zeggen, lees dat, neem daar kennis van, want dat maakt een heel deel van het debat overbodig. En daarom sta ik daar tegen op. En als er binnen kerken inderdaad mensen tot boetedoening worden gedwongen, omdat ze homoseksueel zijn, dan zou ik tegen die persoon zeggen, verlaat alsjeblieft die kerk, mag hier ook met me komen praten en dan zoeken we een kerk uit waar je wel thuis kunt voelen. Want ook ik vind dat vreselijk. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, dit was niet maar mijn punt. Mijn punt is dat de heer De Graaf de joods-christelijke cultuur verheerlijkt. Hè, op basis ook van oude boeken. En daar vervolgens met selectieve zin uit andere boeken bijhaalt om een andere cultuur, een andere godsdienst weg te zetten. En mijn punt is hier nou juist, laten we nou niet mensen wegzetten op basis van wat zij geloven. Laten we mensen beoordelen op basis van wie ze zijn, wat ze doen, op basis van hun individu. En dat is nou het hele probleem hier, dat we hier een debat hebben dat gaat over islamofobie, over discriminatie. En dat we vervolgens hier het debat inderdaad omgedraaid hebben. Dat we het niet meer hebben over dat sommige mensen worden beoordeeld op hun afkomst. Dat mensen op basis van hun achternaam niet worden aangenomen enzovoort. Maar dat we hier dus een verhaal krijgen de andere kant op. En daarom vraag ik de heer De Graaf of hij het niet met ons eens is dat we op alle gronden discriminatie moeten afkeuren en geen excuses moeten verzinnen op basis van boeken die over het algemeen vrij oud zijn om de ene groep wel weg te zetten en de andere groep niet weg te zetten. Want dat is wel wat hier gebeurt. Nee, voorzitter, dan heeft mevrouw Westerveld niet volledig geluisterd naar mijn antwoord. En ook niet naar mijn antwoorden die ik aan andere Kamerleden heb gegeven. Dus ik ga dat niet nog een keer helemaal herhalen. Ik wil juist dat mensen niet op afkomst gediscrimineerd worden omdat ze Joods zijn, christelijk zijn of wat dan ook. Dat wil ik juist niet. Ik wil juist dat mensen op een individu worden beoordeeld en zich individueel en persoonlijk goed kunnen doorontwikkelen. En juist, en dat is niet op basis van die oude boeken, nee, dat is op basis van de mogelijkheid, de juiste Bijbel, door die helsgeschiedenis in de persoon van Jezus Christus, Nieuwe Testament na het Oude Testament, biedt om tot die ontwikkeling te komen. Die juist de deur heeft geopend voor religiekritiek, voor kritiek op het christendom. Dat is juist hartstikke fijn en een heel groot deel van onze wetgeving is
zelfs daarop gebaseerd. Een stuk van de 10 geboden en dergelijke komt daar zelfs in terug. En dat vind ik hartstikke mooi. Ik wil dat graag zo houden. Ik wil dat conserveren. In die zin ben ik conservatief inderdaad. Maar ik ben ook heel erg voor de ontwikkeling van het individu. En juist de ontwikkeling binnen de helsleer van het christendom laat die ontwikkeling op een hele mooie manier toe. En daar denk ik dat we elkaar de hand moeten schudden. U heeft nog een kleine halve minuut om uw betoog te beëindigen, meneer. Ja, we hadden het over de anti-Joodse sentimenten. En daarom wou ik eigenlijk al zeggen daarnet, wij steunen als PVV niet voor niets Israël, de enige democratie tussen islamitische dictaturen in. Een van de kenmerken, voorzitter, ik rond af, van een vrije samenleving is dat er een enorme diversiteit, halleluja, diversiteit, aan sentimenten en meningen is en zal blijven. Het tot een probleem verklaren van anti-islamitische sentimenten betekent niets meer dan kritiek op totalitaire ideologieën verbieden. Het is cancel culture avant la lettre. Ik heb nog 2 zinnen, voorzitter. En dan is de vrije samenleving weg. Dat moeten we niet willen. Aan het eind wint dan de islam. En daarom is de PVV er om dat te voorkomen. Wees het daar maar eens mee. Oneens. Wij willen de instandhouding van een vrije samenleving met soevereiniteit voor land en individu. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf.